Mijn naam is Ans van Sleijen, decaan op het Alfrin College. Het uiteindelijke doel van ons LOB-traject en de rol van de decanaat erin is om te zorgen dat de leerling een bewuste, goede keuze maakt voor een vervolgopleiding. Mijn naam is Joost Meulendijks, ik ben LOB-coördinator. LOB is bij ons op het Alfrin College opgebouwd, dat we in de onderbouw vooral breed kijken welke werkvelden zijn er, welke beroepen zijn er en hoe ben je eigenlijk als persoon. En in de bovenbouw dan wordt het eigenlijk al meer een verdieping, waarbij we leerlingen meeloopdagen laten doen die ze zelf mogen plannen. Eerst moet je het bedrijf bellen. Daarna dan willen ze graag informatie van je hebben. Ik heb stage lopen bij een staalbedrijf. Daar wilde ik de kans zien van een eigen bedrijf van iemand. Ik heb ook een stage gelopen op een basisschool. Ik wil kijken hoe het is nou als leraar. Vanuit de decanaat begeleiden we de leerlingen bij het samenstellen van hun vakkenpakket. Dat gebeurt in leerjaar 2. Daar krijgen ze voorlichting over. In leerjaar 3 nogmaals, want dan laten ze nog één vak vallen. In leerjaar 4 ligt de nadruk op het kiezen van een vervolgopleiding. Dat kan zijn het mbo, maar we hebben ook best een aantal leerlingen die doorstromen naar het Peland College. Daarvoor hebben we een nauwe samenwerking met het Peland College, die voorlichting komen geven aan onze leerlingen en hen helpen bij het kiezen van een profiel op de HAVO. De rol van de mentor en de ouders is in het LOB-traject heel erg belangrijk. Samen met de leerling zorgen we ervoor dat we regelmatig in gesprek gaan en dat we van elkaar weten waar staat de leerling. Ouders worden daarbij in betrokken. De mentor houdt daarbij de rode draad vast en de leerling zorgt in het LOB-dossier dat alles bij elkaar komt. In leerjaar 4 maken de leerlingen een profielwerkstuk. In dat profielwerkstuk gaan ze ook twee meeloopdagen doen waarbij ze een onderzoek uitvoeren op die bedrijven of instellingen. En uiteindelijk het doel is om een eindproduct op te leveren. En die eindproducten, dat zijn eigenlijk de presentaties die de leerlingen houden. We gaan los van PowerPoint of van het scherm, maar laten de leerlingen echt hun loopbaanoriëntatie verbeelden in die eindproducten.